harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wat hangt die medaille mooi om jouw lijf? Ja, hij past, de lint past mooi bij het oranje. Hè? Ja, dus mogen nog maar meer Team NL medailles, want ze passen mooi. Was dit waar je als klein meisje al van droomde? Ja, eigenlijk wel. Ja, kijk, als klein meisje dan judo je en dan zie je de Olympische Spelen en dan denk je, oh dat is leuk. Maar ja, sinds ik 17 ben of zo, dan is het wel een echte droom geworden. Echt iets waarvan ik denk, hé, dat zou ik wel eens kunnen gaan halen. Dus ja, ik ben nu 29, dus ja, reken maar uit. Dit is zo lang voor mij een droom geweest. En dat hij dan uitkomt, dat is geweldig. Neem ons nog even mee naar het beslissende moment. Ja, nou ja, ik stond voor en voor de laatste Mathé was het volgens mij 6 seconden op de klok. En toen wist ik al, ja, dit ga ik natuurlijk niet meer weggeven met 6 seconden. Anicka, dit is wat je zo lang hebt gewild en nou heb ik hem gewoon. Dat is het enige wat door mijn hoofd ging toen. En toen kwamen de tranen. Ja, en toen kwamen de tranen, ja. Je telefoon is ongetwijfeld ontploft. Wat is het allermooiste appje dat je hebt gekregen? Nou, ik heb er nog maar 200 gelezen of zo en ik moet er nog 500. Ik heb berichten, WhatsApp, Facebook, Twitter, het allemaal. Het leukste berichtje tot nu toe. Ik kreeg een berichtje van Jack van Gelder. Die zei dat hij ook even een traantje had weggepinkt. Vond ik wel heel leuk. Ja. NPO Radio 2.